Het is hier inmiddels wel duidelijk geworden dat een Hi-Fi systeem een vrij complex geheel kan zijn. Tenzij je kiest voor een paar actieve speakers met een bron of een set luidsprekers met ingebouwde streamer, zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos. Wij gaan nu echter nog een stapje verder. We nemen de ruimte waar de set in staat mee in de inventarisatie, immers ook de kamer is onderdeel van het systeem. De kamer, jazeker ook of juist de ruimte waar het systeem opgesteld staat, is onderdeel van het systeem. Akoestiek wordt heel vaak vergeten door liefhebbers. Een goede set klinkt toch overal goed? Nou nee, behalve dat een goede set op de juiste manier geplaatst moet worden, is de akoestiek van de kamer cruciaal. Dat is zeer gemakkelijk te bewijzen. Praat u maar eens met iemand buiten in de tuin en vervolgens in een kleine badkamer. Buiten zijn zijn geen reflecties en zal uw stem heel anders klinken dan in een compacte badkamer. Hetzelfde geldt voor een woonkamer of luisterruimte. Als de ruimte op een prettige manier gedempt is, zonder dat al het leven eruit getrokken is, zal een set veel meer rust en detail weergeven dan het geval is in een keiharde ruimte vol met reflecties. Nu is akoestiek een vak en wij pretenderen helemaal niet dat we het vak beheersen, belangen na niet zelfs. Echter, om de basis van uw ruimte enigszins in orde te krijgen, kunt u wel zelf een start maken. Weet dat er twee methoden zijn om een bestaande ruimte onder controle te krijgen: absorptie en diffusie. Absorptie, de naam zegt het al, absorbeert de energie. En diffusie zal de drukgolf in de lucht breken en verspreiden, oftewel diffuus maken. Beide methoden hebben zo hun voor- en nadelen en hun plek in de behandeling van de akoestiek van een ruimte. Wat u moet toepassen is alleen te bepalen met een meting en een inschatting van een getraind oor. Maar wat wij hebben gemerkt is dat de absorptie vooral verstandig is in een bijzonder levendige ruimte waar galm een probleem is. En als een ruimte qua energie al goed voelt en daarna galm geen probleem is, is diffusie weer een betere oplossing. Tevens zouden wij nooit de wand achter de speakers van de absorbers voorzien, want dat heeft naar onze mening een negatief effect op het stereobeeld. U kunt beter op andere plekken absorberen. Denk aan de eerste reflecties op de zijwanden, het plafond, een mooi tapijt voor de speakers of verlichte achterwand als dat ook een mogelijkheid is. De impact van een goede akoestiek is in één woord gigantisch. Als u een ruimte goed onder controle hebt, zal de set zonder overdrijven een paar niveaus hoger spelen. U wordt beloond met meer rust, meer detail, meer inzicht oftewel meer muziek. Het loont dan ook zonder twijfel te investeren in akoestiek. Weet dat er al zeer acceptabele oplossingen zijn voor akoestische behandelingen. Denk aan foto's op doek en dan wel haarscherp geprint. Dus geen korrelige, blokkerige, halfslachtige replica, maar gewoon een mooie print. Ook zijn er fraaie, houten diffusers die zeker niet meer staan in een moderne interieur. Ze dus noemen dit vaak skyline diffusers vanwege het uiterlijk dat veel weggeeft van, jawel, een skyline. Natuurlijk zijn er ook minder fraaie, maar wel zeer effectieve oplossingen. Denk aan tube-based traps, daad-diffusers, akoestische plafonds. Het kan mooi gedaan worden, maar het is vaak wel zichtbaar. Of goedkope behandelingen met een speciaal foam, zoals wij hebben gedaan in de luisterruimte van Alpha Audio. Immers, we hoeven daar niet te wonen, het is gewoon een werkplek. Tevens een mogelijkheid is natuurlijk actieve kamercorrectie of active room correction. Dit is een methode waarbij een DSP, een digital sound processor, met behulp van een meting fouten in de akoestiek corrigeert. Het gaat niet alleen met de equalizing, maar vaak ook met fase- en impulsgedragcorrecties, tenminste bij een goed systeem. Enkele voorbeelden van goede software zijn Dirac, Trinoff, Arc, Yamaha of bijvoorbeeld iets exclusiever, Illasonic. We willen je wel even een waarschuwing plaatsen: een DSP is geen magische stok die allerlei issues in de akoestiek kan oplossen. We zien nog steeds een noodzaak om de basis in de kamer goed te hebben. Met actieve roomcorrectie kunt u vervolgens een puntje op de i zetten door bepaalde lastige gebieden te behandelen. Ons advies is niet boven de 200 of 300 Hz te corrigeren, zo houdt u namelijk het cruciale stemgebied intact. Een gedegen akoestische behandeling is zeker niet goedkoop. Echter, u kunt het stapsgewijs doorvoeren. Begin met de belangrijkste punten en werk vanuit daar door naar een complete oplossing. Wellicht is in uw ruimte helemaal niet veel correctie nodig. Afrondend willen we melden dat akoestiek een wezenlijk onderdeel is van een hi-fi systeem. Sterker nog, de kamer is gewoon onderdeel van de set. Immers de kamer speelt mee in de klank. Het is dus cruciaal dat u de kamer meepakt in het realiseren van uw ideale geluid. U kunt beginnen met het behandelen van de eerste reflecties. Dat gaat vaak relatief eenvoudig. Wilt u de complete camera aanpakken, dan raden we echt aan een specialist in te schakelen. U ontkomt niet aan meten en dan vereist het ook nog een flink wat kennis om de metingen te interpreteren en te koppelen aan de juiste behandeling. We hopen dat u dit een interessante video vond. Bent u nog geen abonnee op ons YouTube kanaal? Onderaan zit een knop voor het abonneren. Zouden we heel erg fijn vinden. Dank u wel weer voor het kijken. Tot de volgende keer.